Een goedemiddag. Verrassend nieuws van het Grondwettelijk Hof. De rechters vernietigen de Vlaamse energieheffing, beter bekend als de turteltax. Volgens het Hof bestaat er al een federale belasting op energieverbruik. De turteltax zou dan een dubbele belasting zijn en dat mag niet. Het waren de consumentenorganisatie Testaankoop en de Partij van de Arbeid die naar het Grondwettelijk Hof waren gestapt om die turteltax te laten vernietigen. Niet vergeten, dit is een politiek zeer gevoelig dossier. Een dossier dat destijds ook een politieke kop heeft doen rollen, namelijk die van Annemie Turtelboom. De tax is naar haar genoemd door de Partij van de Arbeid. En ja, dat was dodelijk om als liberaal een belasting naar je genoemd te krijgen. En het is ook Partij van de Arbeid, extreem linkse partij, die samen met Testaankoop deze zaak aanhangig heeft gemaakt bij het Grondwettelijk Hof. En de partijvoorzitter Peter Mertens reageert dan ook tevreden. Ja, absoluut. En met ons ook heel vele Vlamingen die die onrechtvaardige turteltax al lang beu waren, zijn tevreden. Want het Grondwettelijk Hof heeft eigenlijk gezegd, het is niet alleen onrechtvaardig, maar vooral ongrondwettelijk. Want energie wordt al eens belast en je kan hetzelfde goed geen twee keer belasten. Dus na meer dan anderhalf jaar campagne dat we hebben gevoerd en na meer dan 40.000 handtekeningen in die campagne en zoveel steun van zoveel organisaties, heeft het Grondwettelijk Hof ons nu gevolgd. En vanaf volgend jaar moet niemand nog turteltax betalen.